Mijn naam is Jacqueline Scherpen. Ik ben hoogleraar in de systeem- en regeltechniek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben ook directeur van het techniekstuk van de Rijksuniversiteit. Het onderwijs en onderzoek gebundeld dat in de techniek zit. Ik onderzoek het slimmer maken van systemen. Daarbij kun je denken aan energietransitie en onder andere het slimmer maken van energiesystemen. In high-tech vind ik het fantastisch dat mensen met allerlei creatieve oplossingen komen, waarbij we kunnen bijdragen aan de problemen waar we met z'n allen voor staan. Mijn vader was echt een techneut en mijn broer ook. Die waren altijd met techniek bezig. Mijn moeder was dat niet, maar zij had het zeker gekund als ze die mogelijkheid had gehad. Tijdens mijn studie had ik natuurlijk heel veel gehad aan mijn begeleiders. En ja, daar had ik natuurlijk veel contact mee. Maar tegelijkertijd was er ook een vrouwelijke hoogleraar in Groningen. Ik studeerde zelf in Twente. En die zat in mijn vakgebied. En toen dacht ik, dat kan ik ook. Ja, ik denk dat het belangrijk is om met diverse teams te werken. En dat geldt ook voor de high-tech. En dan gaat het om verschillende soorten oplossingen waar je over na moet denken. Je moet minstens 30% van één van de genders hebben om een bepaalde impact te hebben. Een mooi voorbeeld zijn de ruimtepakken die NASA recent heeft aangepast voor vrouwen. Ja, en dat heeft het Jeugdjournaal gehad. Ik ben mentor van 5 vrouwen. Die zitten door het hele land en ik vind het hartstikke leuk om dat te doen. Onze high-tech systemen worden steeds ingewikkelder en complexer. Ook omdat ze met elkaar verbonden zijn. Nou, dat levert problemen op. Daar wil ik graag iets aan doen. Ik wil die complexiteit terugbrengen, maar tegelijkertijd dezelfde functionaliteit behouden. Het is fantastisch om in de high-tech te werken, juist omdat je dan kunt bijdragen aan de oplossing van allerlei problemen die we hebben. Mijn ouders zeiden altijd dat we de kans moesten pakken om te gaan studeren, juist omdat zij zelf die kans niet hadden gehad. Ga vooral techniek studeren, ga in de techniek werken, dan gaan we met z'n allen de wereld een betere plek maken.